Ja, lieve vrienden, het is weer een maandag en het is nog ochtend, dus goedemorgen, bijna een goedemiddag. Ja, het is 11:52, ik word hier zo wat opgevreten door de insectenboel, maar het is prachtig mooi weer. Ik heb het zonnescherm weer naar beneden, mijn hondje ligt hier vlak voor me, die wordt ook al geterroriseerd door de vliegenboel, maar ja. Ik ben met de vlog van gisteren bezig. Ik heb één helft heb ik al in mijn videopad staan. De tweede helft heb ik net overgezet naar een map. Dat wordt een tweede gedeelte. Anders wordt het weer veel te groot. In mijn huis is het 25,5 graden. Dus ja, bijna 26. Buiten is het 24,5. En daarbij wens ik jullie allemaal een heel hartelijk welkom weer toe bij Corina en de Beestenboel. Nou is mijn hondje buiten. En straks, ja, komt natuurlijk Astrid weer gezellig een bakje koffie doen. En daar komt mijn poesenbeestje aan. Hé, dametje, ga je erbij zitten dan? Hé, gaan we erbij zitten? Een meisje. Het is warm, hè, buiten. Ja, vind ik ook een schat. Ja, kun je nog beter binnen zitten dan buiten met die hitte. Maar ja, een dier heeft het denk ik nog heet. Zo hé, gaat het? Heeft het nog heter met een vachten dan dat wij hebben? Ja, en ik heb geleerd eigenlijk van een buitenlander, tenminste een buitenlands gezin was dat. Met die warmte moet je juist met wol aankleden, want wol houdt de warmte tegen. Moet het wel echt wol wezen. Dat houdt de warmte tegen, maar ook houdt het de kou weer tegen. Dus ja, dan loop je zomer en winters loop je dan in eigenlijk met wollen kleding aan. Nou ja, dat lijkt me ook niet zo lekker voor ons Nederlanders, nee. Dus wij kleden ons gewoon luchtig aan en ja, de dieren kennen dat ook helaas niet doen. Dus die hebben het extra warm, dus zorg dat je je dieren kan afkoelen. Ik heb daar ook voor gezorgd dat ik dat kan doen. Vooral als je straks loopt te hijgen, dan kan ik een kleedje pakken, dat is zo'n koelkleedje. Kan je daar even op leggen? Het is wel zo, je moet je hond wel in de gaten houden, want ze mogen niet met die nagel eraan klauwen. Nee. Ook heb ik zo'n halsband voor hem. Het is ideaal, dus ja. Maar zolang die het nog met de vloer af kan, laat ik hem lekker op de vloer leggen. Simpel zat. Maar oké, lieve vrienden, geniet van je dag. Alle jarigen natuurlijk van harte gefeliciteerd. Alle zieken van harte beterschap. Alle alleenstaanden, ja. Ik wou dat jullie niet alleenig waren. Ik zou zeggen, als jullie nog wel kunnen lopen of wat dan ook, zorg er dan dat je wat meer onder de mensen komt. Doe het zelf, ga eruit, loop naar buiten, geniet van de zon. En maak een praatje hier en daar en wie weet. Kan je mooie vriendschappen eruit opmaken? Ja, je weet me nooit. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, daar waren we weer even, lieve vrienden. Mijn hondje ligt op zo'n koelmat, raap het warm. En ik ben net weer thuis. En ik, nou ja, ik ben andere maand jarig. Ja, dat, ik heb mezelf dus maar even een cadeautje gedaan. En dat zijn twee tuniekjes voor de zomer, want ja, ik heb dus niet veel meer. En dat wil ik proberen jullie te laten zien, dus ik zet jullie even hier neer. En de camera even goed zetten, zo. Deze is rood met kleurtjes erin, dan moet het wel goed willen allemaal. En even zien wat er, ja, zo, dit is dan de voorkant. Heel erg leuk. Dit behoort dan om je armen heen. Zo. Ah, en aan die kant net zo. En dan heb ik nog een heel leuk topje gekocht weer bij een andere winkel.
Moet ik even zien hoe dat zit. Er zit het prijskaartje nog aan. Dat is deze. Ook heel erg leuk. Ja, puntjes van beneden aan de benedenkant. Aan de weerskanten. En dan heb ik weer bij een andere winkel even oorbellen erbij gekocht. En dat past bij allebei de jurkjes, omdat het in allebei de jurkjes dat groen erin komt. En ook ja, zwart. Dat is de ene en dan moet die even zien te draaien. En dat is de tweede. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Past ook weer hierbij. Ja, waarom ook niet. Dus ja, ik ga eventjes die rode aandoen. Die ga ik aandoen. Ja, vind ik leuk. Ik heb mezelf even verwend omdat ik toch bijna jarig ben. Vaderdag, ik ben wel geen vader, maar ja, normaal had ik mijn man een cadeautje gegeven voor vaderdag. Die is nou in de hemel en hij zal het geweldig vinden als ik er zo mooi bij loop, ja. Dus dat vindt hij helemaal goed, dat weet ik zeker. En als je uit je kleren groeit, dan moet je toch wel wat nieuws hebben. En ik wil toch wel moderne bijlopen en niet een ouderwetse trinola wezen. Dus ja, vandaar. En dan moet ik mijn kast uitplukken, want ik niet meer pas. Dat gaat naar de kringloop of naar mensen die het harder nodig hebben dan ik. Ja, ik ga niks weggooien. Dat doen we niet. Dat kan altijd nog weggegooid worden, ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van jullie middag. Ja, het is toch nog middag? Ja, het is nog wel middag. Ik ga een bakje koffie zetten en ik ga even wat anders aan doen. Want deze moet eigenlijk in de was. Ik heb erop gemorst vandaag. Dus ja, dan moet die in de was. Dus we zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, ik heb het aan en ik vind het heel erg leuk staan. Ja, vind ik van wel. Maar ja, wie ben ik? Ook nieuwe oorbelletjes erbij. En ik vind het echt super leuk. Ik zal mijn stok even pakken. Ja, ik vind het echt super leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik vind het geweldig. En ik moet ermee lopen, dus ja, komt helemaal goed. Ja toch? Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En als ik dat andere topje aan zal hebben van de week, laat ik die natuurlijk ook weer eventjes zien. Tot later. Nou, kijk nou eens aan, lieve vrienden. Leg er in je prins heerlijk te slapen. Ja, mijn kleine meisje. Ja, heerlijk lang uit. En ik zie hier mijn prinsesje lopen. Maar die denkt naar buiten te gaan. Maar dat pas je lekker niet door. Het is maar een smal kiertje. Ja, pas je lekker niet doorheen. Hé? Nou, kijk. Kopje even een stukje omhoog. Oh. Nou, dan heb ik hier mijn hondje leggen. Hé? Ja, nou. Groot hondje. Die is lief, hè, man. Ja. Vind ik ook hoor. Dat, ik kan hem dus weer niet omdraaien naar mezelf toe. Daar dat ik het licht weer aan heb. Ja. Niet aan gedacht. Maar het maakt niet uit. Zo zie je de dieren tenminste wel goed. Waar is ze nou gebleven? Nee, naar buiten kan ze niet. Oh, hier ook wordt ze weer. Hé, wijfie? En ja? Wat moet je vertellen? Oh ja? Oh, is het zo? Een mrauw. Oh, wou je ook eventjes zeggen van goedenavond, we gaan straks naar bed toe. Dat doe je goed hoor. Ja, dan zeggen we toch wel trusten, lieve vrienden. Ja. Ja, dan gaan we naar bedje toe zo meteen. Hè. Ja. Ja, het is ook zo allemaal, hè. Ja, het is ook zo, hè. Ja, je hebt altijd hele grote verhalen, hè. Oh, ja, meisje. Hé, wat een dikkie. Ja. Oh ja, schat. Oh, goeie dan. Ja, dat is ons prinsesje dan, hè. Ja. Dat, lieve vrienden, ik heb nog een bakje koffie staan. Dat ga ik nog nuttigen. En, dan gaan we zo meteen de boel afsluiten. Deze vlog die gaat nog naar mijn, tenminste dit filmpje gaat nog naar mijn pc toe.
daar ben ik dan maar weer vanaf. En ik heb wel vlogs in elkaar gezet, 2 stuks. Die van gisteren, dat was een beetje te lang om achter elkaar te maken. Maar kijk, de dame zit nou. Daar heb ik dus 2 gedeeltes gedaan. En die van vandaag, nou, daar staan nou 3 filmpjes in een map. En deze komt er nog bij, dat is 4. En die andere 3 waren iets meer dan 3 minuten. Nou, dat wordt er 6, dat wordt dan houtje wafel is, klok. Dat wordt er 9 minuten, nou ja, en een paar seconden, weet ik veel. Zeg maar gewoon een filmpje van 10 minuten dat het dan wordt. Nou, dat vind ik ook weer een beetje te weinig, dus dat vind ik te zot. Dus ja, ik bouw er morgen even wat aan. Ja, doen we weer 2 dagen in 1 filmpje. Simpel zat. Maar oké, lieve vrienden, ik maak er nou ook weer een eind aan, want ik krijg een lamme arm. Hé, moet je nog dag zeggen? Moet je nog dag zeggen? Ja, oké. Hi, manneke. Hi, manneke. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja. Het is inderdaad morgen. Jeetje. Het is dinsdag. Het is de 29e van de 5e. Het is 10:49. En mijn huishoudelijke hulp Rebecca is boven aan de gang. Ze heeft beneden al gezogen. Alleen de plukken haren vliegen alweer omheen. Maar ja, dat heb je niet met die wind. Het is een aardig stuk koeler. Buiten, het zonnetje schijnt wel. Volgens de geleerden krijgen we vandaag ook regen. Maar het is in huis bloedheet. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allen een heel hartelijk welkom. In een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbroek. Nou, eentje hadden jullie al gezien. Daar zit nummertje 2. Onze prinsesje. Mijn hondje die ligt door. En waar mijn andere zwart-witje is, weet ik niet. Het zal buiten huizen. Oh nee, daar. Ik zie dat al. In de keuken. Op de vaste plekje. Hé, meisje. Ja, nou. Hé. Hey. Ja, hè. Ja. Ja. Zeker. Hé, wat een dikkie, hè. Even kroelen, hè, meisje. Ja. Nee, je gaat haar niet wegpesten. Ja, jij mag ook kroelen. Ja, je mag ook kroelen, hoor. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga nog een bakje koffie zetten. Want ik kom net ook van boven. En ben ik wel weer even toe in een bakje. En ga ik de troep even hier opruimen. Ik kreeg vanochtend vroeg al een appje. Ik weet niet eens die van wie. Dus ik zal dat ook even bekijken. En dan gaan we verder aan de slag. Ik zou zeggen, een hele fijne middag. Doei, doei. En mijn hondje heeft het zo warm. Ja, hij zat even alleenig in huis. Dus het huis was op slot. Ja, ik heb even boodschappen gedaan. Moest ook gedaan worden. Want ja, vrijdag, dan komt natuurlijk Astrid weer te eten. Hè. Dan moet je wel wat lekkers op tafel kunnen zetten. Ja. Dus ook daar heb ik boodschappen voor gedaan. Dat jullie mogen een blik wegwerpen in mijn tasje. Dan ga ik zo meteen opruimen. Maar ik heb net even koffie gezet voor mezelf. En ik heb weer een bounty kunnen bemachtigen. En ik heb voor Roderick nu wat op de post gedaan. Hetzelfde wat ik een tijdje terug voor Karin had gedaan. Dat krijgt Roderick ook morgen. Dus ja, dat komt dan wel goed. Dus ik zal ze zo even bellen. Kijken hoe ze thuis zijn. En dan kan ik het even melden dat het morgen wordt geleverd. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie namiddag. Ja, komt alweer tegen 6:30 aan die kant op. 4:45, zoiets. Dus ik zou zeggen, geniet nog van jullie namiddag en voor straks smakelijk eten. Doei! Hey, mijn meisje. Hallo dan. Zit je lekker hier? Ja, hè?
Ja, ik heb mijn boodschappen even uitgezet op het aanrecht. Om jullie te laten zien. Nou, broodjes heb ik nodig. Voor mezelf sowieso. Nou, dan heb ik tomaatjes. Heb ik 3 stuks. Ik heb eitjes. Ik heb 2 pakken met dikke plakken ham. 2 stuks zitten erin. Maar ja, ik hou niet van die kleine stukjes. Ik moet wel wat groot hebben. En dan dat. Hoe heet dat ding ook? Een courgette. Een courgette, ja. Soms vergeet ik die namen even hoor. En een albergine. Dan een blikje met dopetjes en worteltjes. Crème fraîche. Mandarijntjes. Zoetzure uitjes. Ananas. En munt. Dan heb ik zure zult. Voor mezelf. Brokjes voor de katten. Nou is het zo. Dit brood. En de zure zult leg ik even hier neer. Dan heb ik de chippies. Gaat daar ook weg. En die gaat ook even weg. En dan blijft dit staan. En dit is dus voor de macaronisalade. Dat gaat allemaal door de macaronisalade heen. Ja, natuurlijk niet alles. Hè. Wel het blikje, dat blikje met doppetjes en worteltjes, dat gaat wel helemaal doorheen. Ja, maar zoals dit nou, dat is veel te veel als je het er doorheen doet. Dat hoeft dus nou weer niet. Dus ik hou een heleboel wel over. Maar daar gaat dus overal een gedeelte van door de macaronisalade heen. Voor aanstaande vrijdag als Astrid weer komt eten. Dus ja, dat wordt een smullen. Ja, en mijn telefoon die gaat. Wat is app? Maar dat is niet Karin en ook niet Roderick, maar iemand heel anders. Ja, die woont hier niet, die woont helemaal in de bos. Ja, oftewel wat een hoop ook zeggen, Zertogenbosch. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie, ja, 17:15 is het. Dus ja, ik zou zeggen, alvast een hele fijne avond en tot straks maar weer. Nou, er liggen ze allebei hoor, bij de deur. 1 in huis, 2 buiten. Maar heerlijk, zo saampjes. Maar ja, oké, lieve vrienden, het is nu alweer avond, het loopt tegen 7:00. Meneertje moet nog eten, maar hij had ook nog eten staan van vanmiddag. Daar doe ik straks ook vlees doorheen, heeft hij ook wel weer genoeg. En ik heb mijn eten ook klaar, ja. Dat zijn champignonnetjes. En een siepeltje. En een halve gele paprika en een groene paprika. En dan een blikje doppetjes met worteltjes en een stukje vlees. Ja, wat voor vlees weet ik al ineens niet meer. Niet opgelet, nee. Maar in ieder geval lekker. En het lijkt een beetje zigeunerachtig, want het was al gekruid en al. Dus ja, het zal wel smaken. Ik pak er nog denk ik even een sausje erbij. Ja, knoflook. Lijkt me wel lekker. Oh, jullie staan helemaal scheef naar voren. Zo, ik ga even de knoflook pakken. Ja. Even de knoflook. Kijk, zij is openstaan. Oh. Nee, maakt niet uit. En die legers die gebruiken we eerst. Zo. Zo, daar doppie. Nou, hoop ik dat het wil komen. Dit is nogal dikke. Dit is niet echt smeuig. Het is wel goed hoor. Ja, maar zo oud is het nog niet. Dit is dikker. Zo, zet ik daar maar even neer. Nou, lieve vrienden. Kijk. Lekker hè? Vind ik van wel. Ik ga lekker bidden en daarna eten. Doei doei! Goedenavond lieve vrienden.
daar waren we weer eventjes, ja. Het is hier nou ook rot weer. Er is niks aan, je moet nu de deur dicht, qua temperatuur. Was dat niet nodig geweest, maar ja, je moet nou wel. Want het regent ook trouwens in, ik moest tot dweilen. Nou ja, dat schiet dan ook niet op. Maar in ieder geval, die rode rakker is voor mij nog buiten. Ik hoop dat hij ergens lekker aan het schuilen is onder een auto of zo. Mijn hondje, nou, die legt er daar. En dan legt de kleine zwart-witte legt op de bank. En mijn prinsesje, nou, die liep er net nog ergens rond, maar die zal nou wel boven wezen. Dus ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg gewoon vanaf deze kant verder nog een fijne avond. En voor straks, als je naar bed toe gaat, welterusten gewenst en gezond weer op. En degene die werken moeten, werk ze. Degene die lekker al vakantie hebben, nou, fijn voor jullie. Gezellige vakantie toegewenst. En met Gods zegen zal het vast en zeker wel lukken. Ja. Dat, ik ga nu sluiten en dan kan ik morgen of misschien vanavond nog weer even een vlog in elkaar zetten. Maar ik ben ook nog met een plaatje bezig. Die moet eerst af en dan zien we wel hoe ver we komen. Dus zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doeg!